Hallo lieve vrienden, hoe is het daar met jullie? Met mij is het goed. Ik heb een beetje een lekker weekendje gehad. Het is mooi weer, de zon schijnt nu ook. Dus we hebben eigenlijk niet zoveel te klagen. Eigenlijk is het leven een heel groot feest. Want als die zon dus gaat schijnen, als dus zeg maar het voorjaar begint, dan heb ik altijd het gevoel dat ik lekker in mijn velletje zit. Ik ben gewoon een stuk blijer, ik ben gewoon een stuk gelukkiger. En dat is ook heel erg belangrijk tegenwoordig, om een beetje blij en gelukkig te zijn. En dat zonnetje helpt, dan heb je gewoon zin in dingen. Ja, als het donker is en het regent, denk je, zoek het allemaal uit met je troep. En nu denk je, potverdikke, hartstikke leuk, ik heb er zin aan, we gaan ervoor. Ja, dus dat is mooi. Nou, verder nog wat? Nee, verder niks. We hebben ook helemaal niks onder het doosje. Want ons Achmetje, die heeft niks opgestuurd. Ik kan geen review maken als je niks opstuurt, Achmed. Dus dat is vervelend. Dus ik ga vandaag niet zo heel veel doen. Ik denk dat we dan woensdag maar weer verder gaan. Het is een beetje net zo'n dag dat je denkt, ja, ik heb niks in huis om te reviewen. Ik heb Achmed al een berichtje gestuurd, hoor. En het komt er ook wel aan. Alleen, ja. En om nou helemaal niks te reviewen. Dit is nou echt een review voor niks. Want er is niks. Maar ja, ik denk toch, ik ga jullie toch gedag zeggen. Want laten we wel wezen. Jullie zitten dit ook niet voor de kat viool te kijken. Ja, je denkt toch, nou lekker maandag, 12 uur, Jantje, reviewtje. Wat zal hij doen? Wat zal hij vies vinden vandaag? Is er niks. Gewoon een review voor niks. Dit is nou echt een review voor niks. Want er is gewoon niks. Ja, het is gewoon vervelend. Had ik maar wat. Ik heb niks. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant. We kunnen het natuurlijk ook allemaal wel dromen. He? Ik pak het uit en zeg, oh jeetje. Dan zeg ik, hé, gaat verdamme chocola. Of ik zeg, hé, gaat verdamme ijskoffie. Of hé, gaat verdamme. Er is weinig wat ik echt lekker vind. Wat raar is, want ik vind eigenlijk heel veel dingen lekker. Ik geniet van het leven, hoor. Ik was bijvoorbeeld vrijdag naar Guus Meeuwis geweest. Ja, in Eindhoven. Ja, niks voor mij natuurlijk. Allemaal Brabanders. Om zingen. Ik ken die liedjes niet eens. Een paar biertjes drinken en op een gegeven moment denk je dat je alle teksten uit je hoofd kent. Was gezellig, hoor. Goh, was het gezellig. Heerlijk dagje gehad. Ik voelde me bijna Brabander. Begon bijna met een zachte G te lullen. Ja, dat zijn dingen die ik leuk vind. Hè? Hartstikke leuk. Nou ja, goed. Ik breid er wel een eind aan. Niet aan mezelf, niet aan het leven. Ben je gek? Ik vind het leven veel te gezellig. Ik heb het hartstikke naar mijn zin, joh. Ja, ik heb 3 hele leuke kinderen ook. Ga je er niet een einde aan breien? Ik bedoel eigenlijk meer aan deze review voor niks. Het is een review voor niks. Het gaat helemaal nergens over. Er is gewoon geen inhoud. Het begint zo langs, deze review begint zo langzamerhand te lijken op de NPO. Dat zet je ook aan en denk je, ja, het is gewoon helemaal geen inhoud. Het is gewoon een programma voor niks. Nou, nu zitten we naar een reviewkanaal te kijken. En er gebeurt dus niks. Er is helemaal niks te reviewen. Er zijn geen producten. Ik hoop dat Achmed ze snel opstuurt, want ik ga hier 10 minuten vol zitten lullen. Met niks. Onwaardeloze review zeg, review niks. Nou. Dag, bedankt voor het kijken. Ja, woensdag heb ik wel weer een review met iets. Mag glijden. Dat mag glijden. Want het is niks. Dag.